kon u niet verzinnen. En ik zal nou proberen daar iets aan toe te voegen. Maar ik denk dat ik dat niveau in ieder geval niet zal halen als onze muzikale introductie. Nou, zeer geachte dames en heren. Namens de Stichting Nationaal Indiemonument 1945-1962 heet ik u allen van harte welkom bij deze themalezing, welke is gekoppeld aan de tentoonstelling Japanse Heldships gevangen op zee genaamd. Toch een speciaal woord van welkom aan senator Goossen, lid van de Eerste Kamer, Staten-Generaal. En onze stichting vindt het ook bijzonder dat u vandaag hier aanwezig kunt zijn. En dat betekent voor ons dat er ook vanuit het Haagse naar ons gekeken wordt en geluisterd. En zeker dat laatste vinden wij belangrijk. Natuurlijk dan ook een speciaal woord van welkom aan de beide sprekers van vanmiddag. Zijn de schout bij nacht Henk Itzigheijnen, ik kom er dadelijk nog heel eventjes op terug. En de heer Jan Snellen van Vollenhoven. Zonder uw beschikbaarheid zou er vandaag hoogstwaarschijnlijk geen, in ieder geval een andere themalezing zijn geweest. Dus dank dat iedereen hier aanwezig is. Nogmaals en welkom. Japanse Heldships, gevangen op zee, is een bijzondere tentoonstelling over een bijzondere periode in onze recente nationale geschiedenis, waarvan maar weinigen weet hebben. Er waren destijds duidelijk geen scheidslijnen en beperkingen in het gebruik, zowel als in de inzet van geweld, gedurende de beginperiode 40 in de Oost. Er vonden gebeurtenissen plaats die heftig en onmenselijk waren en die moeilijk te begrijpen zijn in deze tijd en naar hedendaagse normen. En we vinden het dan ook als stichting dat we moeten voorkomen dat deze gebeurtenissen ongesproken blijven en vergeten worden. Dit ook al uit respect ter nagedachtenis van alle betrokkenen, voor zij die omkwamen, voor zij die deze verschrikkelijke periode en gebeurtenis overleefden, en ook voor zij die als nabestaanden en tweede generaties met trauma's van hun ouders nu nog vaak om moeten gaan. En de Stichting Nationaal Indiemonument vindt het dan ook belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren aan de overlevering en aan de verwerking van deze gebeurtenissen. We spreken hier over een verleden tijd die nog niet voltooid is. En de tekst Water was de herinnering niet weg, die op het monument voor de slachtoffers van Japanse zeetransporten te Brombeek staat, is dan ook geheel passend en zal beter begrepen moeten worden door velen die er nu nog geen weet van hebben. Het NIM heeft naast de formele opening in augustus geprobeerd ruime aandacht te besteden en mogelijkheden te gebruiken om dit onderwerp onder een bredere belangstelling te brengen. We hebben dit gedaan door onder andere aandacht te vragen aan de diverse publieke omroepen en de media. Er hebben diverse interviews plaatsgevonden en er is ook door de regionale pers aandacht aan besteed aan de tentoonstelling. Verder zullen we andere activiteiten blijven organiseren, zoals toch ook het extra organiseren van bijeenkomsten met middelbare scholen. En waarbij we deze scholen dan ook eigenlijk verzoeken om deze tentoonstelling te bezoeken. En ook gedurende 3 maanden, waarvan we nu al op de helft zijn, 5 dagen per week geïnteresseerden de gelegenheid te geven om deze tentoonstelling te bezoeken. Zoals gezegd, we zijn nu halverwege en we kunnen wel stellen dat wij toch wel eigenlijk buiten verwachting veel bezoekers hebben mogen ontvangen. Door deze speciale bijeenkomst te organiseren waarin het onderwerp verdiept zal worden, door een lezing waarbij experts ondersteund worden door ook betrokkenen en waar wij, die er weinig van weten, naar hun verhalen kunnen luisteren, denken wij ook een extra bijdrage te kunnen leveren. En dat alles was niet mogelijk geweest zonder de constructieve, maar ook eigenlijk wel de hele fijne samenwerking
met de stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zetelsporten. En ik wil dit ook verwijzen naar een van onze sprekers, naar de schoutbenachte Itzi Geijnen, welke niet alleen maar de vicevoorzitter van deze stichting is, maar ook vanmiddag eigenlijk een ruime bijdrage aan dit onderwerp gaat geven. Zonder de beide stichtingen die ik net genoemd heb, was deze tentoonstelling voor ons als NIM niet mogelijk geweest. En wij danken hun natuurlijk daarvoor en we hopen ook stiekem dat, we hebben daar nog 6 weken te gaan, dat ook de andere leden en vertegenwoordigers van deze partnerorganisaties nog de weg naar Roermond zullen vinden en onze tentoonstelling, onze gemeenschappelijke tentoonstelling, zullen bezoeken. Ook was de realisatie niet mogelijk geweest zonder ondersteuning van een hele rij andere organisaties en instanties. En ik vind het dan ook eigenlijk gepast dat ik deze wel even noem. Het is het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationale Comité 4 en 5 mei, de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Hoogvonderen. En het is dan ook fijn om, ik weet niet waar Paul nou even zit, maar ik heb hem, ja, heeft zijn jasje uitgetrokken, vandaar dat ik het eigenlijk niet zag, dat Paul Janmaat, voorzitter van deze stichting, vanmiddag aanwezig is. De gemeente Roermond, heb ik ook al gezien, is vertegenwoordigd. De provincie Limburg, de stichting 1880. Zuiderland Holding BV. En het is ook fijn dat Gerrit Jansen, bestuurder van deze organisatie, aanwezig is. En het V-fonds. U ziet een hele breed scala van organisaties die ons ondersteund hebben om het te kunnen realiseren. En ik wil deze dan ook nog eens een keertje hartelijk bedanken voor de geleverde steun. Ik zal zo dadelijk het woord overgeven aan de heer Wim Kemp. Hebben jullie al ontmoet, neem ik aan. En Wim is de voorzitter van de stichting Vrienden van het Monument. En ik kan wel stellen dat wij beide als een ideaal tandem goed samenwerken en elkaar complementeren, waar mogelijk onder de grote paraplu van het Nationaal Indiëmonument. Wim zal dadelijk meer inhoudelijk ingaan op de tentoonstelling en op deze lezing voor vandaag. Wim is een van de nabestaanden en zoon van een KNIL-militair die met de Japanse transportschepen is vervoerd naar Japan. Dus hij, denk ik, heeft daar niet alleen maar van gehoord, maar heeft ook het gevoel meegekregen wat dat betekent toen hij opgegroeid is. Dat was dan ook logisch dat Wim samen met Charlotte, en dan moet ik even kijken waar Charlotte zit, ja, die zit net achter de paal, ook een nabestaande dochter van een KNIL-militair, en met Jan Litjes, die onderzoek doet momenteel, dat deze drie samen, alle leden van het NIM-bestuur, eigenlijk de werkgroep voor deze organisatie hebben gevormd en de gerelateerde activiteiten hebben opgestart. Ik wil hun dan ook alle drie bedanken voor alle voorbereidingen en het vele werk wat zij tot nu toe verricht hebben. Maar vooral wil ik ook alle vrijwilligers bedanken die hier nu al weken, zestal weken, ervoor zorgen dat het paviljoen er altijd perfect bij ligt en dat alle bezoekers eigenlijk hier altijd keurig ontvangen worden. Ook zonder hen zou deze tentoonstelling moeilijk te realiseren zijn voor het bestuur. Ten slotte dank ik u allen dat u aanwezig bent en er waren veel bedankjes, maar ze zijn ook allemaal ruim en dik verdiend. En ik wilde nu graag het woord overgeven aan Wim Kemp. Dank u wel. Ja, dankjewel Jo. Inderdaad werken we als een... Hier is een plaats. Inderdaad werken we als een tandem. Maar jij zit voorop. En je moet het hardste trappen. maar goed, ik wil...
nog één persoon noemen die in onze werkgroep heeft gezeten, die niet door jou is benoemd en misschien wat aan het licht ontrokken is. Maar dat is Annelies den Uyl. Die zit voor Charlotte helemaal achteraan, maar ze heeft net zo hard gewerkt als Jan, Charlotte en ikzelf om de tentoonstelling naar hier te krijgen. En we zijn blij dat de tentoonstelling naar hier, naar het Herdenkingspark van Roermond, bij ons Nationaal Indië Monument, te zien is. We hebben daarvoor samengewerkt met Henk Itzigheijnen, vicevoorzitter van de Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten. Een hele lange naam. En de Stichting Indisch Herinneringscentrum. En het was een constructieve samenwerking die geleid heeft tot die tentoonstelling. En het is niet alleen in Roermond, maar straks ook in Bronbeek, Arnhem en Den Helder. Daar wordt de tentoonstelling ook nog eens ingericht en opengesteld voor publiek. En daarmee is er een bereik, kun je wel zeggen, over zo'n beetje heel Nederland. En dat is belangrijk omdat een groot aantal Nederlanders, en we spreken over ongeveer 2 miljoen, toch verbonden is, roots heeft verbonden is of zich verbonden voelt met Nederlands-Indië. En met deze expositie wordt het beeld van de geschiedenis van Nederlands-Indië en dan dat deel in de Tweede Wereldoorlog, dat beeld wordt bevorderd, aangescherpt en levend gehouden. Het is belangrijk voor een stukje geschiedschrijving, maar het is ook belangrijk voor de directe nabestaanden of kinderen van gevangenen die het overleefd hebben. En die niet van gevangenen die niet overleden zijn op de schepen of naar aanleiding van het transport op de schepen, maar ook hun leven in Nederland nog verder hebben geleid. Want die expositie kan net dat stukje toevoegen, dat plaatje, dat feit toevoegen en meegeven wat je als kind van een nabestaande of kind van een vader of moeder die op dat schip heeft gezeten, mist. Want bijna alle gevangenen op de Hellships die het transport overleefd hebben, konden of wilden er niet over praten of nauwelijks over praten. Ik ervaar het dat mijn vader alleen korte kleine anekdotes vertelde. En dan zit je zelf te puzzelen van maar hoe zat dat? En je puzzelt dat ene stukje bij het andere en dan weer een puzzelstukje. Maar dat grote geheel wil je eigenlijk ook zien. En je blijft zoeken, je blijft zoeken, je blijft speuren totdat voor jou dat plaatje compleet is. En dat ze er niet over konden praten, dat was gewoon, het was te emotioneel. Dat merkte ik. Er waren gewoonweg te weinig woorden om datgene wat zij mee hebben gemaakt op die schepen, op die hellships, natuurlijk ook daarvoor in kampen, daarna in kampen, om dat duidelijk te maken. Het was eigenlijk te onvoorstelbaar voor woorden. Het was te weerzinwekkend om daarover te kunnen praten. En dat begrijpelijke, maar tegelijkertijd onbevredigende zwijgen, dat creëerde die mist in het levensverhaal waar ik zojuist op duidde. Een hiaat in de geschiedenis van je ouder, van je vader of van je oudoom of van een andere relatie. En dat voel je. Je weet het, er moet nog iets geweest zijn wat niet verteld wordt, maar wat wel heel erg moet zijn geweest. En dan ga je dus, je gaat jezelf vragen stellen. En je gaat zelf op zoek naar feiten. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen. En totdat je dat moment hebt dat je denkt van nou, voor mij is nu die puzzel voldoende ingevuld om dat beeld te krijgen. En dan kan het toch zijn dat er hier of daar nog een puzzelstukje ontbreekt. Maar voor jouw gevoel, je hebt rust gevonden in dat totale verhaal. Zoals Jan Rayo ook al aangaf en ik zelf heb aangegeven. Ik ben zelf zoon van een vader die op hellships heeft gezeten. Eerste keer dat was vanuit Java, waar hij eerst 8 maanden in krijgsgevangenkamp zat. Via Singapore naar Thailand, naar de Shanxi gevangenkamp. En de tweede keer dat was van Thailand uit naar Fukuoka, Japan. Toen de Burma-spoorweg nagenoeg of geheel klaar was. Toen heeft hij nog bijna 1,5 jaar daar in de mijnen gewerkt. Maar dat is mijn verhaal. Maar ik zag en ik zie dat links en rechts er nog meer kinderen
of nabestaanden van gevangenen zijn van de Hellships. En ik hoop dat zo dadelijk iedereen met belangstelling en interesse zal luisteren naar de lezingen van de sprekers die vanmiddag hier aanwezig zijn. Ik hoop ook dat u dadelijk met belangstelling en interesse luistert naar de muzikale bijdrage van Ursula Meinert en Meinert en Roland Ruys rechts naast mij. Jo heeft het al gezegd, het houdt niet op bij vandaag. De expositie duurt tot 31 oktober. En er zijn verschillende groepen die nu ook al afspraken hebben lopen met ons om de expositie hier te bezichtigen. En we verwachten ook vanuit het onderwijs nog belangstelling, ook in het kader van de dialoogbijeenkomsten. De tentoonstelling, Jo heeft al gezegd wie daar allemaal een bijdrage aan heeft geleverd, een financiële bijdrage. Bijdrage door de lezingen en ook de opening te verzorgen die op 4 augustus heeft plaatsgevonden. Maar ook de vrijwilligers die vanmorgen dit hebben opgebouwd en straks ook weer dit afbreken. Ook hen en alle andere vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd, wil ik ook als voorzitter van de Stichting Vrienden hartelijk danken. En ik wil u dan voor nu danken voor uw aandacht en u een informatieve middag toewensen. Dank u wel. En u blijft nog even staan, omdat het nu echt gaat beginnen, de lezing. En dat echt gaat beginnen, dat de aftrap zal worden gedaan door Johan Snelle van Vollenhoven. Hij heeft een bijzonder ruim cv. Ik pak er één dingetje uit, namelijk dat u adviseur bent van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. En zoon bent van ouders die in de kampen hebben gezeten en die het overleefd hebben. We moeten dit in een half uur doen. Hè? We zijn gebonden in de tijd. We weten allemaal dat zowel Johan als dadelijk Henk Itzegijn een verhaal hebben die je een heel dagdeel kunt vullen. Ik hoop dat het lukt binnen een half uur de hoofdlijnen, de achtergronden van de Japanse bezetting en invasie in Nederlands-Indië. En waarschijnlijk ook in het totale kader van de oorlog in Zuidoost-Azië, Tweede Wereldoorlog, naar voren te brengen. Mag ik aan u het woord geven? Oké, dank u wel. Goedemiddag dames en heren. Allereerst wil ik vragen, kunt u me op de achterste rij verstaan of moet ik uw microfoon pakken? Prima, mooi. Nou ja, het is toch heel moeilijk om een onderwerp als dit in een half uur te vertellen. Dus ik heb een aparte benadering aangekloven. Laat dingen opzien op een sheet, met een plaatje. En ik vertel er wat bij. En dan hoop ik dat we dat gaat lukken. Allereerst de themamiddag Japanse Hellships gevangen op zee. Nou, ik ga dus niks vertellen over Japanse Hellships. Sorry, dat doe ik dus niet. Ik heb natuurlijk wel een relatie mee. Ik heb meegeholpen met maken een mooie lesbrief. En helaas heeft mijn vader ook op een Hellship gezeten. En ja, dan wil je het ook best weten van wat ze nou gebeurt. Het is toch een heel bijzonder als je jong, mijn vader die was nog geen 30 toen hij op zo'n Hellship naar de Burma spoorweg ging. En denk je, als je dat op die leeftijd moet meemaken, hè, dat wil je niemand aandoen. Nou, zie ik dus niks meer. Oh. Mijn presentatie, en ik hoop dat u iets kunt zien. Lukt dat achterin? Het licht schijnt er. Nou, ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Van de maan af gezien zijn we alle even groot. Nou, dat heb ik dus niet verzonnen. Dat is uiteraard natuurlijk van Eeuwen Douwes Dekker, Multatuli, die in 1860 dit fraaie boekwerk over de koffieveilingen van de Nederlandse Hanzemaatschappij publiceerde. Van de maan af gezien zijn we alle even groot. En is de vraag, zijn we dan ook gelijkwaardig? Jan-Pieter van Koen, die had een hele aparte ideeën over gelijkwaardig zijn, want alles wat niet christelijk is, bijvoorbeeld een Mohammedaan of iemand van Bantam, die was niet gelijkwaardig. Dus die wil je rustig een kopje kleiner maken, dat is geen punt. Maar ja, als je een samenleving wil hebben die groeit en bloeit, dan zou je toch moeten zorgen
dat je wel degelijk gelijkwaardig bent en je respect hebt voor andere mensen. Nou is het zo dat deze themamiddag, die is in het kader eigenlijk van informatie wat heeft plaatsgevonden. En mijn presentatie is puur bedoeld voor het onderwijs. Dus puur bedoeld om aan te geven van, maar wat is er nou echt precies gebeurd? Want ja, oké, er is een Tweede Wereldoorlog geweest in Azië. Maar wat er nou precies gebeurd is, dat weet men vaak niet. Dus het is een aparte aanvliegroute die ik vanmiddag presenteer. Maar ik zeg gelijk bij, hier kan je heel lang over praten. Ik breng dan in de aandacht de Europese expansie. Ik vertel iets van de overgang van kolonialisme naar imperialisme. De revolutie in Azië. De Great Pacific War. En dan heb ik een afsluiting. En dan zei meneer Kneerpens 2 weken geleden al verhalen verbinden. Die zorgen voor begrip voor elkaar en voor compassie. Dus wat ik nou heb gedaan, ik kom een paar keer met mijn familie op te proppen. Die heb ik er dan slinkse wijze in gedaan om een beetje op een verhaal te presenteren. Nou ja, Europese expansie, hoe kan dat nou? Ja, nou ja, wat zie je? Europese machten hadden een voorsprong op Azië door techniek, door technologie. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Nederland, dat wij mooie schepen wisten te bouwen op fluiten. We ontwikkelden zelfs een krukas die je op een molen kon plaatsen. Daar kon je heel snel planken mee zagen, waardoor je goedkoper schepen kon bouwen. We hadden veel kapitaal, onder andere uit van Belgen die uit Antwerpen waren verjaagd. En met dat kapitaal wisten we heel slim om te gaan door een VOC op te richten met aandelen die iedereen kon kopen. En we hadden zelfs ZZP'ers al in die tijd, die bijvoorbeeld hele scheepsbemanningen verhuurden. Dan is het gekke dat die schepen, die Europese machten die naar Azië toe gingen, hadden allemaal het idee van, en nu gaat het beginnen. Nu is er tijd voor een beschaving. Maar dat er al in Indië in de 7e eeuw al een groot koninkrijk was, of later zelfs het Malapavit koninkrijk met prachtige, prachtige beelden. De mensen die Jakarta bezoeken, die moeten allemaal een keer gaan naar het grote nationale museum op Monas. Daar zie je dus prachtige beelden uit die tijd. Er was daar een uitgebreide cultuur. Maar ja, daar hadden wij verder weinig boodschap aan. Want voor die meneer links, Jan Pieter Zum Koen, die zei, geen handel zonder oorlog. En geen oorlog zonder handel. Ja, dat betekent ook rustig dat je Bandanezen die heimelijk specerijen verkochten aan de Engelsen. En die niet wilden luisteren, nou ja, die maak je een kopje kleiner. In dit geval was het stelselmatig op 3 van die Banda-eilanden, Bandanera, Banda Bezar en Ai, daar zijn in totaal zo'n 15.000 mensen omgebracht. Uiteindelijk is de hele bevolking van die eilanden, waar specerijen groeiden, is afgevoerd. En de huidige mensen die daar wonen, die stammen allemaal af van Chinezen en van India, mensen uit India. Dan kun je natuurlijk zeggen van, nou, leuk die specerij, die kruidnagelen. Maar je moet zich voorstellen, in zo'n 1650 had zo'n VOC-vader, die was voor de helft opgetopt met peper. Heeft u enig idee wat de waarde van die peper was, de huidige maatstaven? Van één zo'n schip, 250 miljoen. Ja, dan wil je natuurlijk wel eventjes investeren. Maar er gingen natuurlijk ook schepen verloren en natuurlijk veel mannen. Dit is een sheet, een beetje vreemde sheet, die je niet zo vaak ziet. Dit is het christendom wat wij brachten, of niet wij, de Portugezen, brachten aan Japan. En hier rechts, daar zie je de Portugese en Spaanse jezuïeten die dat even gingen doen. Maar ja, in Azië, daar had men natuurlijk zijn eigen godsdiensten. Denk aan boeddhisme, denk aan hindoeïsme, denk aan het, in Japan vooral het shintoïsme.
dus die vonden het best een beetje, ja, die zagen dat amper zitten. De keizer van Japan, de shogun, zag het helemaal niet zitten, want die hoorde vreemde verhalen over een meneer in een jurk in Rome, die dan de baas zou zijn, zag het als een concurrent. Dus wat is er vervolgens gebeurd? De christenen, of de Portugezen, die mochten kiezen of een kopje kleiner, of je verlaat nu het land. Nou, uiteindelijk is het een bloedbad geworden, waarbij veel Jezuïeten zijn omgebracht en veel Japanners ook op het leven zijn gebracht. Waarom ik dit nou zo zeg, is dat handel kan. Hè? Als je dus als je Jan-Pieter Zoon Koen aanhoort, veel betekenen, maar dat geldt ook voor geloof. In ieder geval ging, nadat die Portugese Jezuïeten eruit gegooid werden, ging Japan op slot voor bijna zo'n 400 jaar. Men wilde niets meer hebben van buitenlanders, men ging het zelf doen. Met, zoals we straks later merken, fatale consequenties. Het waren niet alleen godsdiensten in Azië die anders waren dan wij ervaren. Nee, men had ook een hele andere mindset. In Azië, in grote delen van Azië, volgde men de leer van Confucius of meester Kong. Hè, dat is dezelfde benaming. En die doseerde eigenlijk van, je moet altijd trouw zijn aan je als onderdaan aan je heersen. Je moet je voor het grote geheel opofferen. Nou, dat opofferen hebben we in 42 gemerkt. Je bent deel van de familie. Je zorgt, je draagt bij aan harmonie. En het gezicht is belangrijk. Prestige, vernedering. Nou, daar kom ik straks nog wel op terug. En je moet natuurlijk geduld en bescheiden zijn. Nou, iedereen die in Japan komt weet wat dat betreft hoe bescheiden Japanners zijn als je alleen al in een lift staat. Hè? Dus ze nemen geen ruimte in. Ik had het al over kolonialisme. En de indeling eigenlijk in Batavia, ik geef het als voorbeeld. Europeanen hadden in wezen alle rechten. Ook wel Indo-Europeanen idem dito. Dan had je als indeling de vreemde Oosterlingen, Chinezen, Arabieren, Hindoestanen. En tot slot de inlanders. Die stonden eigenlijk op het allerlaagste, terwijl het nu wel de lokale bevolking was. En dat eventjes voor de harmonie. Hè? Wat je zag in Japan, dat is dit de harmonie in Batavia. Iets wat ook bijzonder is, dat de VOC ook slaven voerde. In totaal hebben ze er ook iets van 90.000 slaven vervoerd. In de 18e eeuw was het meer dan 60% van de bevolking van Batavia was slaaf of slaaf gemaakt. Hier ziet u, ik hoop dat u het kunt zien, want ik vind het zelf een hele mooie dia. Het is dat zijn zo'n 10 handelsposten in China. Want handel, dat was natuurlijk erg belangrijk. Dat deden we ook met China. Sterker nog, we waren zo brutaal dat we ook nog eens een keer daar handelsposten afdwongen. Ja, dat gaat een tijdje dan goed, totdat je dus met handel komt, als bijvoorbeeld opium. Nou, opium is zoals u weet erg verslavend. Dus, en de Engelsen die waren daar de grote handelaars in, maakten daar ook zeer grote winsten. Dus op een gegeven moment zei de keizer in China, dat waren eigenlijk vooral de verschillende landlords die in China de macht uitoefenden, we stoppen met de invoer van opium. Met een grote voorraad van de Engelsen werd geconfiskeerd en vervolgens in brand gestoken. En toen ontbrak dus de eerste oorlog tussen Engelsen en Chinezen over de opium. 20 jaar later gebeurde dat weer. En toen deden de Fransen ook nog aan mee. Maar stel je dus voor dat buitenlanders eventjes gaan uitmaken wat er bij jou verhandeld mag worden. Maar het kan ook nog anders. En dat noemen we dan kanonneerbootdiplomatie.
de meneer helemaal links, als u het kunt zien. En in het midden is dezelfde meneer. Is Commodore Matthew Perry van de Amerikaanse marine. En die kwam met zijn Black Ships in 1853 voor de Bay by Tokyo. En zei toen van, wij willen als Amerika vrije handel met jullie. Dat jullie je geïsoleerd hebben en afgesloten. En dat is mijn pakje al niet. Wij willen handel drijven. Ik ga nu met mijn schepen naar China. En dan kom ik volgend jaar terug. En dan wil ik dat er een verdrag wordt getekend. Nou ja, die Japanners die wisten ook niet wat er overkwam. En inderdaad, een jaar later kwam die Perry weer terug. Maar ja, ze konden tegen die kanons van die schepen niet op. Dus ze hebben dat getekend. Maar dat was wel gelijk een hele ommezwaai. Want ze dachten, als die Amerikanen zo makkelijk dit kunnen afdwingen, dan kunnen die koloniale landen ons natuurlijk ook best bezetten. Nou ja, dat was natuurlijk helemaal een angstbeeld. Dus die Japanners die zijn toen gaan kijken van hoe kunnen we nou voorkomen dat wij straks een kolonie worden van die westerse machten. En wat ze dachten, we gaan proberen het succes van die koloniale landen te imiteren. Dus we gaan ook schepen bouwen op dezelfde wijze. Er gingen dus hele commissies van Japanners, die gingen naar Europa toe, gingen kijken hoe ze in Europa schepen bouwden. Ze kwamen in Nederland, ze kwamen in Duitsland, ze kwamen in Engeland. Daarnaast was er een groep die dacht van, goh, we moeten zorgen dat het oude glorierijke verleden van Japan, dat dat weer hersteld wordt. Dus we moeten zorgen dat alle macht bij de keizer komt. Dat waren erg nationalistische figuren. En wat het team voor elkaar gekregen hebben, dat hebben we dus een eeuw later gemerkt. Wat er ook een beetje meespeelt, is het racisme. Het is een spotprint van een Chinees met een lange staart die door Uncle Sam het land uitgegooid wordt. Er waren, zoals u weet, spoorwegen in Amerika. Die zijn vooral aangelegd door Chinezen. Die Chinezen hadden het eigenlijk best moeilijk. Arm, waren bezet door de Bantus. Of de Manchus, sorry. En die Manchus die verplichten gewone Chinezen om een staart te dragen. Nou, dat vonden ze al niet leuk. Maar die Amerikanen die zagen het helemaal niet. Toen er een voorstel kwam om de kinderen van Chinezen die waren geboren in Amerika, om die dan ook te erkennen als Amerikaan. Dus er kwam vervolgens een wet waarbij de hele invoer van Chinese immigranten aan banden werd gelegd. Diezelfde stunt hebben ze in 1925 nog een keer gedaan. En toen verbood op voorstel van de vakbonden de Amerikaanse wetgever dat er Japanse immigranten mochten komen. Nou ja, dat was natuurlijk ook een behoorlijke vernedering in Japan. In 1885 gaat je in Berlijn de koloniale conferentie. En daarin werd er eigenlijk, je ziet dan hier eigenlijk de staatshoofden van de belangrijke landen als Engeland, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Japan, die verdeelden eigenlijk gewoon het land in China. Oh, geweldig. Geweldig aan de service, dank u wel. Want voor die landen was het belangrijk om een afzetmarkt te krijgen, maar ook een kader van prestige. En natuurlijk toegang te krijgen tot goedkope grondstoffen. Dit fotootje, we gaan het nu even over mijn familie hebben. Dit is mijn grootvader met mijn grootmoeder. En hier staat dan nog een keer mijn zoon, maar bij mijn zoon, mijn eigen vader en een zoontje. Mijn grootvader was sinoloog, was verbonden aan de ambassade in Peking in 1910. In een hele roerige periode, de periode van de bokseropstanden, waarbij men ook al ja, een erg opgekropte haat had tegen buitenlanders die eigenlijk maar de dienst uitmaakten in China. En uiteindelijk leidde al die woede tot in 1912 tot een grote volksopstand. De Manchus werd eruit gegooid, einde van het Qing
keizerrijk. En we kregen dus de Volksrepubliek China onder leiding van Sun Yat-sen. Mijn grootvader, die werd een paar jaar daarna, of het was wat misschien nog wel aandacht te vertellen, die zat tijdens de grote slag in 1912, de gevechten, zat hij in een soort landhuis buiten Peking. En dat was natuurlijk zeer gevaarlijk. Dus wat heeft de familie toen gedaan? Ze hebben zich vermomd als Chinese koelies. Mijn vader werd in een zo'n rijstmand gestopt die koelies dan in een lange stok bij zich hielden. En zo zijn ze gevlucht naar de internationale concessie. Vervolgens is de familie naar Batavia gegaan. En een aantal jaren daarna, in 1918, kreeg mijn grootvader daar weer mee te maken. Want ze zeiden tegen hem, we willen hebben dat je een soort AIVD opzet in Batavia. En dat was het Bureau Chinese Zaken. Want in de jaren 1917-1918 had je in Rusland de grote communistische opstand. En die Chinezen die hadden dus erg veel contacten met die communisten. Dus men zag het in Nederlands-Indië al gebeuren. We krijgen hier straks ook opstand, ook communisten. Dus mijn grootvader kreeg opdracht om dat bureau op te zetten. Het Bureau Chinese Zaken. Maar een paar jaar daarna kwamen ze er eigenlijk achter dat niet de Chinezen het probleem waren, maar dat waren de Japanners. Die waren in 1925 al druk bezig om te kijken van hoe kan je nou het beste Nederlands-Indië aanvallen. Dus wat ze vervolgens hebben gedaan, ze hebben dat hele bureautje de dienst Oost-Aziatische Zaken gegeven, een neutrale dame, namelijk. Maar mijn grootvader zei tegen mij, nou ja, wat je in de 20 jaar zag, werd in de 30 jaren nog veel erger. En dat hebben we ook gemerkt met de invasie van de Japanners. Ze wisten gewoon alles al. Er waren heel slim bij de kust allerlei geheime Nederlandse vliegvelden neergelegd in Indië. Nou, dat wist men. En daar konden de Japanners goed gebruik van maken. Dat als ze één vliegtuig, één vliegveld hadden, dan hopten ze naar het andere vliegveld. Zo hebben ze eigenlijk die hele invasie van het zuiden op een slimme manier weten te kortsloven. Nou, dat was meneer Sun Yat-sen. Wat je dus ook zag in de 30e jaren in Japan, een enorm nationalistische opstelling. Hier is een kinderboekje. Het enige wat je daar ziet is van allerlei Chinese wapens, of oorlogswapens van de Japanners, oorlogsschepen. En je ziet in dat kinderboekje ook de gebieden die Japan al even bezet had. Hetzelfde trouwens wat je momenteel natuurlijk ook hebt in China, hè? De Chinezen die brengen elk jaar nieuwe kaarten uit. Ze hebben dan ook gelijk allerhande gebieden van die helemaal niet bij hun horen, gelijk maar ook ingetekend. Ik neem even wat water. Maar wat je tevens zat in de 30 jaren, enorm veel politieke moorden. Een beetje hoe is hoe. Alle belangrijke figuren probeerde men een kopje kleiner te maken. En jammer, Willem en Henk, dat waren vaak rechtse militairen die dat op hun geweten hadden. Nou, degene die vroeger Kuifjealbums lazen, die kennen misschien wel het verhaal als je Kuifje en de Blauwe Lotus, want daar wordt op een gegeven ogenblik een spoorlijn in China opgeblazen door de Japanners. Waarbij ze uiteraard niet ervoor komen dat het Chinezen waren. Kort daarna werd het nog erger. Dit is Marco Polo, die in de 12e eeuw naar China ging. Een brug is naar hem genoemd. En uitgekeken bij die Marco Polo brug hebben de Japanners een soort incident, noemen ze dat. Het China incident. Ze hebben gewoon iets verzonnen, net zoals de Duitsers ook deden, om een motto van er is een Japanse militair ontvoerd. Dus wij willen die militair terug en als je dat niet doet, dan vallen we aan. Nou, vervolgens startte een massaslachting. Een massaslachting in Nanking. Ze hebben daar zelfs een wedstrijd gehouden wie de meeste Chinezen konden onthoofden op één dag. Dat was een bloedbad. Maar dat was dus de oorlog in China.
waar dus Japan heel actief was. En Japan had niet, om die oorlog in China te kunnen voeren, ook olie nodig. Nou zei ik al eerder dat mijn grootvader, die had dus gemerkt dat de Japanners zo actief waren met spionage in Nederlands-Indië. Nou, in 1905, dus toch wel wat jaartjes geleden, in 1905 hadden ze al een operatieplan gemaakt van: willen wij kunnen overleven als Japan, dan moeten we zorgen dat we naar het zuiden optrekken en dat we die olievelden van Nederlands-Indië, dat we die bezetten, want die hebben we gewoon nodig om strijd te kunnen voeren. Dit wat u nu ziet is de Kiyomizu-tempel. En dat is een prachtige tempel vlakbij Kyoto. Als u in Kyoto mocht zijn, ga hem zeker bezoeken. Generaal Tojo, die was in 1940 chef-staf toen dit allemaal speelde en zei: wat wij moeten gaan doen als Japan, we moeten van de tempel afspringen. En dan bedoelde hij hiermee een hele oude boeddhistische legende. Het was een jongen die had een zieke moeder, die kon niet meer lopen. Dus wat deed die jongen? Die sprong van die tempel naar beneden. Dat is een heel diep ravijn daaronder. En het grote boeddhistische wonder, het jongetje kon weer lopen, die kon weer overeind komen. Maar veel belangrijker, zijn moeder, die kon ook weer lopen, die was ook weer helemaal gezond. Dus wat zei Tojo? Wat we gaan doen is, we grijpen boven onze macht. We weten dat we te weinig transportschepen hebben. We weten dat we te weinig gevechtspiloten hebben. We weten dat wij een onvoldoende leger hebben en vloot om al die koloniale Europese machten aan te vallen. Maar we gaan toch proberen met het gebruik maken van, het element van verrassing. Nou, nou was het natuurlijk het punt. De Duitsers die hadden op dat moment in 1940 en 1939 waren al begonnen met een aanval. Dat betekende dat Engeland werd bedreigd door de Duitsers. Nederland was al over onder de voet gelopen. Frankrijk hadden ze al. Dus ze zeiden ook van: nou ja, de koloniale machten in Azië, dat is alleen nog meer Amerika. Nou, die moeten we dan oppakken en de rest, dat is niet meer relevant. Want ze hebben de middelen niet op het thuisfront om door te vechten. Dit is een kaartje van Mitsui Fuchida. Daar zult u waarschijnlijk niet van gehoord hebben, maar dat was wel de vliegcommandant van de Japanse eskader, wat dus op Japanse vliegtuigcarriers waren opgesloten. En zij hebben dus Pearl Harbor met verrassing gebombardeerd. En hier op zijn kaartje heeft hij aangestreept welke schepen allemaal getroffen waren en uitgeschakeld. Nou, en Napoleon zei het al, soms met oorlog zit het mee en soms zit het tegen. En je moet gebruik maken van de mogelijkheden. Het vervelende voor de Japanners was dat drie vliegkampschepen en de Amerikaanse onderzeebootvloot was net daarvoor uitgevaren. En die waren heel beslissend, want een paar maanden later waren er nog een tweetal grote zeeslagen met de Japanners. En toen konden de Japanners echt tegengehouden worden. Dus het ergste is dat de admiraal Yamamoto, die hoorde dat die drie vliegkampschepen en die onderzeebootvloot was uitgevaren. En zei toen al, en schreef hij in zijn dagboek, dat betekent dat wij de oorlog niet gaan winnen. Maar daar heeft hij dus wel gelijk in gehad. Nou, dit staat dan in de Japanse kranten, of Horizon. De Karel Doorman natuurlijk. Want ik zei het al, met de oorlog, je weet het maar nooit. In dit geval zei de Nederlandse commandant, zeemacht Nederlands-Indië: we gaan het gewoon proberen. De Karel Doorman die trok de strijden. Hij wist dat hij wat dat betreft het niet zou maken. De Japanners die gingen ervan uit dat ze in een half uur die strijd konden winnen. En waarom dachten ze dat? Wij zorgen gewoon als Japanse vloot dat we met onze torpedo's op een veel grotere afstand kunnen schieten dan andere naties. Nou, dat hadden ze dus. Ze hadden een hele
nieuwe torpedo's die je zelf niet kon zien. Je had ook geen bellenbaan. En natuurlijk ook een geschut wat van groter kaliber was en ver kon dragen. Dus ze konden op een grotere afstand de tegenstander bereiken. Nou, in dit geval ging het dus toch best mis voor de Japanners. Want ze deden dat niet in een half uur. Ze hebben er 7 uur voor nodig gehad. Maar toen was wel de geallieerde vloot onder leiding van Karel Doorman verslagen. En konden de, wat dat betreft de schepen ongehinderd doorvaren, de Japanse invasievloot, naar Nederlandse Indië. Nou, ik heb de volgende twee sheets, die gaan meer over wat er toen in Indië gebeurde. Dat wou ik gezien de tijd maar even laten zitten. Je ziet mijn grootvader, die zit er met de staf Dienst Oost-Aziatische Zaken in 1938. Hij was al lang bereid met pensioen, maar ze hadden gevraagd van kom maar weer terug. Dat heeft hij dus gedaan. En dat vond hij op 7 maart 1942 niet zo leuk. Want op 7 maart 1942 kwam de Kempartij, de Japanse politie, die kwam in Batavia aan. En het eerste wat ze deden was die hele staf van de Dienst Oost-Aziatische Zaken opgehaald. Nou, ik vertel niet nieuws als ik dan vertel dat die het niet erg makkelijk hebben gehad. Maar ze hebben merendeel toch, de meeste hebben het wel overleefd, die behandeling. Deze foto, heel trots, dat is mijn moeder met mijn zusje. In goede tijden, dat was in 1940. En niet te weten dat ze 2 jaar later naar Chileng gingen. En dat was ook een kamp waar je eigenlijk maar niet moest zijn. Mijn moeder die hebben ze op een gegeven moment in een soort hok gestopt. En dat betekent dat ze volslagen en claustrofobisch werd voor de rest van haar leven. Dit is de Van Waarwijk. En die heette tegenwoordig Haru Hiku Maru. En die bracht in oktober 1942 mijn vader naar Changi in Singapore. En vervolgens ging mijn vader naar de spoorweg. Aan de spoorweg heeft hij een dagboek bijgehouden. En ik wou bij het slot daar nog even iets uit voordragen. Nou, dit is hier mijn vader. En daarnaast de kaart van de spoorweg. De Japanners die hadden dus onder andere gezegd van wat wij gaan doen is, er komt 1 grote welvaartssfeer, uiteraard onder leiding van de Japanners. En op dit kaartje zie je dus al die landen die ze dan eigenlijk gezellig aan het hier aan tafel vertegenwoordigd waren, die ze nu bezetten. En het punt is, de grote kreet van de Japanners was Azië voor de Aziaten. Dat is leuk. Maar wat ze niet bij zaten, zeiden, ik ben er wel van uitging dat die landen dan wel een onderdeel werden van het Japanse keizerrijk. Dus niks onafhankelijkheid, nee, Nederlands-Indië, dat werd Japans grondgebied. Ook al werd er dan tegen Sukarno en tegen anderen gezegd van nee, jullie mogen onafhankelijk worden, dat zeiden ze pas het laatste half jaar. Maar dit zou allemaal Japans grondgebied zijn en een aantal landen, zoals bijvoorbeeld Siam, het Thailand, dat mocht gewoon wel zelfstandig blijven. Nou, we kennen allemaal de vreselijke foto's van de atoombom op Nagasaki en Hiroshima. Dus die laat ik niet zien, maar wat ik wel laat zien is de schaduw van een meisje wat aan het springen is, aan het touwtje springen is. Het meisje is natuurlijk helemaal verdampt, maar die schaduw die is op de muur gebrand. Nou, hier zie je dan de Japanse burgers die zitten te luisteren naar de radio, waarbij van keizer Hirohito met een hele aparte tekst komt van het onverdraaglijke moeten we nu verdragen, het onmogelijke is gebeurd. Hij zei dus uiteraard niet dat de oorlog was verloren. Hier zie je dan de overgave. Ik heb hierboven geschreven de overgave die eigenlijk geen overgave was. Want die rechtse nationalisten zeggen, er is helemaal niks overgegeven. Ja, we hebben die verklaring wel getekend, maar we hebben ons niet overgegeven. Nee, we hebben alleen maar gedaan wat de keizer zei, stoppen. Dat is het enige. We hebben ons nooit overgegeven. Dit is het dagboek van mijn vader. En wat ik al zei, ik ga even iets voorlezen. Het
probeer ik mijn kaart te zoeken. Nou, probeer, ik ben blij dat ik het even hier proberen dan. Ik hoop dat je me zo kunt horen. Mijn vader die schreef op zondag 31 oktober 1943 in het Tamunkamp vlak naast ons sterven 26 man per dag. Zodra ze dysenterie hebben, gingen ze naar de dodenhut. Zonder verpleging. Waar ze twee keer daags te eten krijgen. Nou, daar moet je over niet al te veel me voorstellen. Helpen doen ze elkaar niet. Massagraven. De lijken legt men op een bamboemat, 4x4, die naar een grafkar wordt gesleept, waar men ze in laat tuimelen. Leeft er nog een, dan slaat de jap die wel de hersens in. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van, als je nou praat over de Tweede Wereldoorlog en je praat iets voor thema bijeenkomsten, dan heeft het natuurlijk geen zin om hele nationalistische plaatjes te gaan houden. Dan moet je eigenlijk zeggen wat er dus allemaal gebeurd is. En dan kan je in ieder geval een constatering zeggen dat zowel de Japanners als de Nederlanders, die hebben Nederlands-Indië bezet. Er zit wel een gelijking. Ook al is het zo dat ook de Indonesiërs zeggen van na die 3,5 jaar van de Japanners bezet door te worden, dat was veel erger dan die 350 jaar van de Nederlanders. Een ander aspect van dat hele kolonialisme en het imperialisme is dat je natuurlijk toch een hele verruwing krijgt. Hè? Oorlog, dat verontmenselijkt mensen. En Hannah Arendt, Duitse filosoof, heeft gezegd van de Holocaust, dat was alleen maar mogelijk door het hele koloniale optreden van de Europese machten. En ik denk eigenlijk dat ze daar gelijk in heeft. Dit is de Yasukushi-tempel, een Shinto-schrijn. En die is gewijd aan de zielen van Japanse militairen, maar ook van anderen die gevochten hebben. Maar dan alleen voor diegenen die dat ook deden in de opdracht van de keizer. Nou, dat is een jaarlijks terugkerend probleem, omdat er namelijk ook de foto, als je aan het slot van de rondleiding in het museum, wat ernaast zit, komt, dan zie je daar grote foto's hangen van de oorlogsleiders. Die dus zijn opgehangen door de geallieerden. Maar wat je daar ook ziet, dat is dit overzicht. En ik weet niet of u dat op de achterste rij kunt zien. Maar dit zijn wel de mensen die wij een voorbeeld moeten geven. Het merendeel, dat zijn, als je die foto's ziet, dat zijn allemaal jongeren. En een leger, het merendeel van een leger of een vloot, dat zijn jonge mensen. Die wij dan als oudere leiding moeten geven. En ik vind het wat dat betreft wel aardig van het museum dat ze dus alle... Dat ze allemaal... Zomaar borden hebben waar foto's hangen van diegenen die gesneuveld zijn voor het land. Jongeren. Dus dan is de vraag, als we van de maan afgezien alle even groot zijn, willen we dan respect voor elkaar hebben? Of geven we alleen of geven we een stem aan de doden die ons ontvielen door hen te herdenken? En te herinneren en daarmee doen een reis uit de naam. De spreuk van het Nationaal Indië Monument in Roermond. Dank u, dat was hem. Ja, dankjewel, Joel. Heel mooi om dit verhaal te horen, dat alles wat er gebeurd is in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog toch in een breder perspectief, historisch perspectief, plaatst. En dat zal dadelijk ook op een hele goede manier als inleiding zijn op het tweede verhaal van vanmiddag van Henk Issig-Heijnen. Maar ik zou, voordat we daaraan willen beginnen, heel even om dit verhaal te laten bezinken, aandacht willen vragen voor een muzikaal intermezzo door Ursula en Roland. En dan kan ik nog in de tussentijd zeggen, we hebben in de agenda, zou ik staan, gelegenheid om te stellen van vragen aan de sprekers. Misschien combineren we dat met het gezellige nazit en een trapje en een drankje, dat u die vragen opspaart en dan zowel Johan als Henk persoonlijk aanspreekt. Ik denk dat we toch
tijd moeten besteden aan de zeer bijzondere verhalen die we vanmiddag horen. En dat we gewoon met onze persoonlijke vragen naar de mensen toe gaan. Maar mag ik allereerst uw aandacht vragen voor Ursula en Roland. Dank u wel. Ja. Dames en heren, Willem Punt, een jonge man van 23 jaar oud, werd op een dag in september 1944 met een geblindeerd transport per trein vervoerd van Bandung naar Tanjung Priok, de haven van Batavia, nu Jakarta. Hij voer al sinds zijn 15e bij de Nederlandse koopvaardij en strandde met zijn laatste vaart in december 1941 in Surabaya. Op 10 mei 1942 werd hij ingerekend door de Japanners en geïnterneerd in de buurt van Bandung. Aangekomen in de haven van Tanjung Priok werd hij ingescheept op een, zoals hij dat noemde, een enorme roestbak. En deze roestbak had de naam Yunyomaru. Onder grote druk en met het nodige geweld dreven de Japanners ruim 2200 krijgsgevangenen en 4200 Indonesische dwangarbeiders, de zogenaamde Romusha's, de vier ruimen in. Niet iedereen paste in de ruimen. Een enkeling, waaronder Willem Punt, zocht zijn heil aan dek. De ruimen zijn niet ingericht voor personentransport. Bedden, licht, sanitair, het ontbreekt allemaal. En de hoge temperaturen, de hoge luchtvochtigheid en de stank van de vaak aan dysenterie leidende krijgsgevangenen maken het bestaan in de ruimen van de Yunyomaru nagenoeg ondraaglijk. En het zijn deze omstandigheden die dit soort schepen de naam Hellship bezorgen. Om zijn oorlogsinspanningen te ondersteunen zet de Japanse krijgsmacht in de periode 42-45 massaal dwangarbeiders in. Die haalden de Japanse militairen overal uit de door hen bezette gebieden en het betrof krijgsgevangen militairen, mannelijke, burgergeïnterneerden en Romusha's.
En anders dan de militairen, Europeanen en Indo's, werden de Romusha's door de Japanners niet geregistreerd. Het is niet bekend hoeveel er precies zijn geronseld, maar het aantal loopt in de miljoenen. Hoeveel van hen de dwangarbeid hebben overleefd, is evenmin bekend. Ze werden allemaal op 4 plaatsen te werk gesteld. Aan de Burma-Siam-spoorweg in Maleisië, de Pakambaru-spoorweg op Sumatra, voor het aanleggen van vliegvelden in de Molukse archipel en in de mijnen bij fabrieken en scheepswerven in Japan. Goed, in de hand. De Japanse krijgsmacht vorderde allerlei schepen en gebruikte die om deze dwangarbeiders van de Indische eilanden op de plaatsen van bestemming te krijgen. En de omstandigheden aan boord van de hellships waren afschuwelijk en onvoorstelbaar. De mannen hadden geen idee waar ze heen werden vervoerd, laat staan hoe lang de reis zou duren. Het ontbrak aan iedere vorm van hygiëne, het was overdag extreem warm, 's nachts uitgesproken koud, hadden vaak geen plek om te liggen. En geen idee wat ze hierna nog te wachten stond. De Japanners voorzagen deze schepen niet van een Rood Kruis. Terwijl dat wel was vereist door de Conventie van Genève, die ook door Japan was geratificeerd. Het gevolg is dat geallieerde commandanten van onderzeeboten en vliegtuigen deze schepen als legitieme doelen beschouwden. En het bizarre is dat in de loop van 1943 de Verenigde Staten de Japanse codes hebben weten te kraken. En daarmee was vanaf dat moment al het berichtenverkeer van de Japanse krijgsmacht door de geallieerden te lezen. We weten nu dat bij het geallieerde High Command bekend was welke schepen niet alleen vracht, maar ook dwangarbeiders aan boord hadden. Als Japan zou merken dat de vrachtschepen met dwangarbeiders geen doel van de geallieerden meer zouden zijn, zouden ze weten dat hun berichten konden worden gelezen. En dat mocht onder geen omstandigheid bekend worden bij de Japanners. Daarom werd op het hoogste geallieerde niveau het verlies van geallieerde krijgsgevangenen als gevolg van bombardementen of torpederingen van de hellships geaccepteerd. Overigens lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de commandanten in het operationele theater bekend waren met de aanwezigheid van dwangarbeiders aan boord. De Yunio-Maru vertrekt op 16 september 1944... om 3 uur in de middag gaat Tanjung Priok en gaat op weg naar West Sumatra. Als op 18 september het schip aan de westkust van Sumatra aankomt, wordt het gedetecteerd door de Britse onderzeeboot Tradewind. De commandant van het schip laat de torpedobuizen in gereedheid brengen en vuurt af. 2 torpedo's treffen doel. De Yunio-Maru zonk in 20 minuten. Van de 6500 opvarenden overleeft slechts een kleine 600 de ramp. Willem Punt vertelde later dat hij vermoedde dat de meeste slachtoffers vielen onder de Romusha's. Ze verdronken omdat ze of de ruimen niet uit konden komen, of ze niet konden zwemmen. Omdat hij aan dek was, kon Willem van het zinkende schip in het water springen. Hij bracht zwemmend 2 dagen en nachten door op zee. Het water was warm en de overlevingskansen in zulke omstandigheden zijn kansrijk. Hij werd uiteindelijk opgepikt door een Japans korvet, afgezet op Sumatra en daarna alsnog te werk gesteld aan de Pakambaru-spoorweg. Dat laatste overleefde deze taaie man trouwens ook. Hij is uiteindelijk 100 jaar geworden. Dit is 1 verhaal over de hellships en het lot van hun opvarenden. Tussen 1942 en augustus 1945 hebben 223 vrachtschepen 277 zeetransporten uitgevoerd. De Japanse krijgsmacht transporteerde daarmee zo'n 120.000 krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden en naar verwachting meer dan 300.000 Romusha's over geheel Zuidoost-Azië. Tussen de 22.000 en 27.000 mannen overleefden deze transporten niet. En dat zijn alleen de slachtoffers aan westerse zijde. Van de Romusha's wordt vermoed dat het een veelvoud van dat aantal betreft. Het verhaal van de Yunio-Maru staat niet op zichzelf.
De opvarenden van de Hellships, zoals de Soers Maru, de Lisbon Maru, Orioko Maru, Shinjo Maru, trof hetzelfde lot. De Soers Maru vertrekt op 25 november 1943 uit de haven van Andong. Het heeft dan 546 geallieerde krijgsgevangenen aan boord. Onder hen bevonden zich 413 Britten en 133 Nederlanders. Een van de Nederlanders was de 40-jarige Frits van der Ploeg. Frits van der Ploeg is de vader van het beste vriendje van mijn vader. En zo ben ik aan dit verhaal gekomen. Allemaal zijn ze ziek of uitgeput vanwege de dwangarbeid die ze op Ambon en de Molukken hebben moeten uitvoeren. Ook waren er zo'n 200 zieke of gewonde Japanners aan boord. Het schip vertrok, begeleid door een mijnenveger, op weg naar Surabaya op Java. Vier dagen later bevond het zich nabij Kangean, een eiland zo'n 75 mijl noord van Bali, in de Floriszee. En op dat moment bevond zich daar ook de Amerikaanse onderzeeboot Bonefish. Als de Bonefish de Soers Maru detecteert, handelt de commandant op dezelfde manier als zijn collega van de Tradewind. Hij vuurde vier torpedo's af. Twee daarvan troffen de Soers Maru. Eén nabij de schroeven en één in de midscheeps. Het achterschip werd zwaar getroffen en het ruim aan die zijde begon meteen na de inslag water te maken. Krijgsgevangenen in dat ruim zijn vrijwel zeker allemaal verdronken. Van het zinkende schip konden naar schatting nog zo'n 280 man afspringen, krijgsgevangenen en Japanners. De drenkelingen probeerden zich ondertussen drijvende te houden met de wrakstukken. De bemanning van de Remijnenjager begon met het redden van de Japanse drenkelingen en duwde krijgsgevangenen die aan boord trachten te komen weer terug in zee. De Japanse commandant gaf vervolgens opdracht. De Japanse commandant gaf vervolgens opdracht mitrailleurs en geweren in gereedheid te brengen. Daarna beval hij alle mannen in het water dood te schieten. Naast de schutters stonden matrozen die aanwezen welke krijgsgevangenen tussen de wrakstukken nog leefden. Niemand, inclusief Frits van der Ploeg, van de naar schatting 250 mannen in het water overleefden deze slachting. De gruwelijke verhalen rond de dwangarbeid aan de Burma-Siam-spoorweg, aan de Pakombaru-spoorweg, de vliegvelden op de Molukken en de mijnenfabrieken en scheepswerven in Japan zijn bekend. Ze zijn uitvoerig vastgelegd in memoires, in boeken en zelfs in Hollywoodfilms. Ook de ervaringen van burgergeïnterneerden in Indonesië, Singapore, Maleisië en de Filipijnen zijn genoegzaam bekend. Maar het verhaal van de Hellships ontbreekt vaak in dit discours. Hier is Chips. In 2012 is de Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransport in Zuidoost-Azië 1942-1945, kortweg de SASJZ, opgericht. De man die daartoe het initiatief heeft genomen, die voorzitter werd en nog steeds de voorzitter is, is Heiko Roelsema. Zijn grootvader is indertijd bij de torpedering van de Junio Maru om het leven gekomen. En over wat zijn grootvader heeft meegemaakt, is in die familie nooit gesproken. Een ervaring die velen afkomstig uit families die in de Oosteroorlog hebben meegemaakt, delen. In zijn zoektocht naar wat er precies is gebeurd, is Heiko zich steeds meer gaan verdiepen in de geschiedenis van de Hellships. Hij merkte in die zoektocht ook op dat in de eerste instantie vanaf de jaren 80 alleen de slachtoffers van de Junio Maru werden herdacht. Eerst in Nijmegen, later op de erebegraafplaats Loenen bij het Algemene Monument daar. Een kleine bronzen plaquette daar herinnert aan de tragedie van de Junio Maru. En nog steeds wordt daar elke dag een pagina van een boek met alle 2500 westerse opvarenden van dit schip omgedraaid. Deze herdenking werd 10 jaar lang georganiseerd door de Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van de Overzee, de BEGO.
En in 2004 besloten zij een eigen Hellship-monument op te richten op het landgoed Brombeek bij Arnhem. Het werd voorzien van het opschrift, u had het al gehoord, water wast herinnering niet weg. En het staat voor de nagedachtenis aan meer dan 26.000 dodelijke slachtoffers van alle Hellships. Het monument ligt symbolisch tussen de monumenten van de Burma en Pakambaro spoorwegen en die van de jongenskampen. En sindsdien vindt de jaarlijkse herdenking op Brombeek plaats. In 2012 is Heiko gevraagd deze herdenking van de BEGO over te nemen en veilig te stellen voor de toekomst. En dat is de start van de SHSJZ. De stichting geeft zichzelf vervolgens statutair 2 opdrachten. Het organiseren van een jaarlijkse herdenking en het verder brengen van het onbekende verhaal van de Hellships. In 2015 worden er vervolgens rondom het monument de bijna 200 scheepsnamen geplaatst in een vlak dat de zee symboliseert. De documentairemaker Kees Maaswinkel maakt in die periode 3 documentaires over de Hellships, over de transporten naar Maleisië, Sumatra en de Molukken. In 2016 heeft het bestuur de tweede opdracht ter hand genomen. Van onze stichting krijgt Maaswinkel de opdracht om ook een documentaire over de transporten naar Japan te maken. De 4 documentaires zijn openbaar en beschikbaar via de website van de stichting, SHSJZ. In 2020 en 2021 is om en nabij €350.000 opgehaald via subsidies, om vervolgens een lespakket en een begeleidend stripboek over de Hellships te maken. En we hebben dat aan meer dan 560 scholen in Gelderland en in Zuid-Holland verstrekt. Er is een tentoonstelling gemaakt, die u hier achter mij ziet. En we hebben een start gemaakt met het digitaal beschikbaar maken van de informatie over de Hellships en hun opvarenden. En aanvullend op dit alles is nog een documentaire gemaakt door Simone Berger, die overigens ook de auteur is van het lespakket dat ik zojuist noemde. En inmiddels merken we dat het verhaal van de Hellships aan bekendheid wint. Tijdens de herdenking op de Dam op 4 mei 2021 zijn de slachtoffers van de Hellships genoemd. En op de herdenking in 2022 van 15 augustus 1945... Was ik dat? En op de herdenking in 2022 van 15 augustus 1945 zijn de Hellships zelfs het onderwerp van de keynote speaker geweest. En ik wil ook niet onvermeld laten dat we nu hier staan. Bij het Nationaal Indië Monument, dat gezien zijn doelstelling niet gaat over de periode van de Hellships, en toch heeft het bestuur gevonden dat dit verhaal zo belangrijk is dat zij hun paviljoen beschikbaar heeft gemaakt om onze tentoonstelling te plaatsen. En daar zijn we erg erkentelijk voor. De tentoonstelling heeft al in Den Haag gestaan en zoals gezegd al door Wim, gaat hij hierna naar Brombeek en daarna naar het Marine Museum in Den Helder. En als u nog ideeën heeft waar we nog meer terecht kunnen, hoor ik dat graag zo meteen. Het lespakket is gedigitaliseerd en beschikbaar voor docenten door heel Nederland. En ik sta hier nu om u het verhaal te vertellen. Ik denk dat we met een heel klein groepje vrijwilligers van onze stichting behoorlijk wat hebben bereikt. En ik kan u zeggen dat wij als bestuur behoorlijk trots zijn. Ik dank u voor uw komst en ik wil graag uw vragen beantwoorden als die er zijn. Dank u wel. Ja, inderdaad hebben we nog tijd. Dank u wel, Henk, voor je indringende verhaal. We hebben nog tijd en ruimte. Als er vragen zijn die bij u op zijn gekomen naar aanleiding van beide sprekers, dan kunnen we dat nu zien. Ik zie daar Luc Mulder, die een vraag wellicht heeft. Voor mij? Ja. Het verhaal dus van de mensen die wat bootjes gooien in het water. Hoe wist men uiteindelijk wel dan nog de namen van die, als al die westerse mensen die dan de mensen in het water was waren? Hoe was dat bekend? Nou ja, de Japanners registreerden dus wel wie er aan boord kwam. En heel eerlijk gezegd is het verhaal van de Surizumaru, ik zei iedereen is om het leven gekomen. Het vermoeden is dat er één persoon, waarschijnlijk een Australiër uiteindelijk,
die ramp wel degelijk heeft overleefd en dagen later elders in de Florissee is opgepikt. En, die, en zo is het verhaal de wereld ingekomen. Het is later ook verder uitgezocht. We hebben natuurlijk zeg maar het journaal van de Bonefish, waarvan we wisten dat die op die plek waren en dat schip ook heeft getorpedeerd. En uiteindelijk zijn ook, weet ik ook, en dat staat trouwens hier in de tentoonstelling ook beschreven, zijn volgens mij de commandant van die mijnenjager en de politiek commissaris, de Japanse politiek commissaris die aan boord was, later door het tribunaal in Tokio veroordeeld. Dus het is wel bekend geworden. De namen zijn, omdat de Japanners al die namen registreerden, zijn die namen bekend geworden. En ik weet bijvoorbeeld ook dat die... dat de echtgenoten en de kinderen van Frits van der Ploeg, die overigens ook allerlei omzwervingen hebben gemaakt, zij waren buitenkampers, allerlei omzwervingen hebben gemaakt in de Garcia-tijd, want die hebben daar ook afschuwelijk geleden, nog veel meer dan vele anderen, maar zijn uiteindelijk verwittigd via het Rode Kruis dat hun vader op dat schip is omgekomen. Dus het is wel bekend, maar het is allemaal veel later bekend geworden. En de positie van de Surismaren weten we uit de journaals van de Bonefish. Beantwoord dat uw vraag? Ja, ik heb die lezing van u in Brombeek meegemaakt. Maar ik mis het verhaal van waarom de geallieerden die schepen heeft getorpedeerd. U vertelde toen dat ze geen Rode Kruis Ja, dat kan ik wel doen. Kijk, in oorlogstijd is niet ongebruikelijk dat zeetransport. Het was natuurlijk ook dat gebeurde in dat gebeurde tussen Amerika en Europa ook. Dat er gewoon goederen werden vervoerd over zee. In principe wordt dat beschouwd als oorlogsgoederen. En daarom zei ik ook, als die schepen dan niet zijn voorzien van een Rood Kruis, worden ze als een legitiem doel gezien. Is het vrij gebruikelijk dat onderzeeboten die op patrouille worden gestuurd, schepen die ze tegenkomen, waarvan ze weten dat het geen geallieerd schip is, dat torpederen ze. Dat is ook hun opdracht. En dat is een opdracht. En wat ik al zei, en het lastige is dat waarschijnlijk in die tijd al wel bekend was bij Amerikanen in hun high command in Pearl Harbor, dat daar wel degelijk schepen tussen zaten die geallieerde krijgsgevangenen bevatten. Maar het is ook vrijwel zeker dat zowel de commandant van de Tradewind als van de Bonefish niet wisten dat daar mensen aan boord zaten. Althans, andere mensen dan Japanse militairen. You see, war is not the answer. For all the love I can give. Ja, hij is niet zo groot, kom maar even. You know we got to find a way. Love it here today. Looking at lights and picking sights. You can see.